Goedemorgen weer. Ik wil vandaag met jullie naar Lucas 12. Waarschijnlijk gaan de versoepelingen van de coronacrisis al heel snel ertoe leiden dat we alle lessen die we in deze periode geleerd hebben en waar we mee geconfronteerd werden, alweer snel zullen vergeten. Want ach ja, het leven is weer begonnen, we gaan vakantie vieren. Er zijn andere dingen die nu op het voorplan staan. En die lessen zijn iets, ja goed, hè, het zit wel in je achterhoofd en wie weet doe je er nog eens wat mee. Maar nu eerst allemaal wat andere zaken. Daarom wil ik jullie vandaag in aansluiting op mijn preek van vorige week meenemen naar Lucas 12. Vorige week had ik het over 2 Petrus 3. En nu gaan we het over woorden van Jezus zelf hebben. Om te laten zien dat het allemaal niet zomaar ergens vandaan komt. Het komt bij Jezus vandaan. Lucas 12. Vers 2. Ik spring af en toe wat versjes over. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Je moet niet denken dat je voor God iets verborgen kan houden. Al je geheime zonden komen aan het licht en worden helemaal openbaar gemaakt. Al je stiekeme dingetjes die zullen openbaar komen. Daarom is het belangrijk voor christenen dat wij onze zonden belijden. Dan is God getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven. En dan hoeven ze dus niet meer openbaar gemaakt te worden. Want jij hebt ze beleden. Jij hebt ze in de openbaarheid gebracht. Je hebt ze bij God gebracht. En hij heeft ze vergeven. Daar is deze tijd belangrijk voor. Alles wat jullie in het duister zeggen zal in het licht worden gehoord. Als je stiekem dingen af hebt gesproken, het zal openbaar worden. Het zal in het licht worden gehoord. En wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt. Ik maak hier meestal de verwijzing naar Bill Clinton, die dacht dat hij stiekem een zonde kon doen, omdat hij president was, maar het werd van de daken geschreeuwd. Je kunt zeker als christen dingen niet stiekem doen. En wees blij als ze nu openbaar komen, dan kun je nog vergeving vragen. Als je ze verborgen houdt tot het oordeel, dan zul je er dan ook je straf voor moeten dragen. Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik, wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Wij zijn vaak bang voor mensen die ons kunnen verwonden, die ons kunnen doden. Maar daarvoor moet je niet bang zijn. Je moet bang zijn voor degenen die nog veel erger jou in de tweede dood, in de hel kan gooien. Daar moet je bang voor zijn. Want dat is eeuwig. Wat iemand hier op aarde jou aan kan doen is tijdelijk. Vervelend, pijnlijk en niemand wil het. Maar het is tijdelijk. Maar Gods oordeel is blijvend. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden, maar ook in de Gehenna te werpen. En dat is niet de duivel. Dat is God. De duivel werpt je niet in de hel. De duivel wordt zelf in de hel geworpen. God werpt mensen in de hel. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem. Heb respect voor God. Heb respect voor de straf die hij kan geven. En dat moet je leiden tot bekering en zeggen, Heer, dat wil ik niet meemaken. Ik geef mij nu over. Want ik weet dat ik het ga verliezen. Wilt u mijn zonde van mij nemen? Wilt u mij helpen? Wilt u mij reinigen? En God zal zeggen, ja, dat wil ik. Ik heb jouw zonde al van je genomen. Alleen jij moet ze nog wel aan mij geven. Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af waarmee je moet verdedigen of wat je moet zeggen. Dat is vers 11, sorry. Vers 11. Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen. Als je als christen vervolgd wordt, probeer dan je zenuwen in bedwang te houden. Breng je zenuwen, je angst bij God. Want God gaat jou wijsheid geven, God gaat je inzicht geven, God gaat jou met zijn geest versterken. Vraag je dan niet bezorgd af waarmee je moet verdedigen of wat je moet zeggen. Want de Heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.
maak ik een sprong naar vers 35. Sta klaar, doe je gordel om, houd je lampen brandend. Je kent die gelijkenis van die wijze en dwaze maagden. Zorg ervoor dat jouw geloof blijft branden. Houd je lampen brandend. Als je geloof gedoofd is, heb je nog wel het uiterlijk van een christen, maar je inhoud is weg. Zonder olie blijft die lamp niet branden. En wees als knechten, vers 36, wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem open doen wanneer hij aanklopt. Ben jij klaar voor het moment dat Jezus terugkomt? Als hij klopt, sta jij klaar om open te doen? Is jouw lamp in gereedheid gebracht? Gelukkig de knechten die de Heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie, hij zal zijn gordel omdoen en aan tafel nodigen en hem bedienen. Dat is een heel bijzonder moment. In plaats van dat wij God dienen, zal hij ons dienen. Omdat hij blij is dat we zijn taak hebben vervuld en dat we hem zijn blijven verwachten tot zijn komst. Dat we de moed niet hebben opgegeven en dat we ook niet nalatig zijn geworden, maar dat we door zijn blijven gaan in dat doen wat hij van ons vroeg. Vers 47. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Dit lijkt op een aparte bestraffing. Dit is niet de hel, lijkt zo. Het is Jezus zelf die het zegt. Dus het lijkt alsof er toch ook een andere bestraffing is. Hoe dat precies is, weet ik niet. Maar als ik dit zo lees, het staat hier niet over in de hel gegooid worden of de tweede dood. Het gaat hier over een dienaar die weet wat zijn heer wil, maar het niet doet. En daardoor een grote straf krijgt. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, met andere woorden die onbewust dingen verkeerd heeft gedaan, maar wel dingen waardoor hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Als je bewust zondigt, zal je een grote straf krijgen. Als je onbewust zondigt, maar het verdient wel slaag, dan zul je een straf krijgen. Maar minder zwaar dan dat je heel bewust hebt gezondigd. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. Als je veel gaven van Gods geest hebt verlangd en gekregen, dan zal er ook veel van je worden geëist. Als je veel geld hebt gehad, dan zal er ook veel verantwoordelijkheid van je worden geëist. Wat heb je met dat vele geld gedaan? Als jij heel goed ergens in was, dan zal God ook vragen, en wat heb je daarmee gedaan tot eer van mijn naam? Hoeveel zangers, beroemde zangers, waren in het verleden geen christen, maar hebben hun zangcarrière voor zichzelf uitgebouwd en niet de eer aan God gegeven? Ze zijn langzamerhand op een dwaalspoor geraakt. Ze zijn in hun eigen egocentrisme terechtgekomen en God was er niet meer bij. Van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. Huichelaars, vers 56, ik maak weer een sprongetje. Huichelaars, de aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden. Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Vergeet deze tijd niet van corona. Want ze hebben je stilgezet en ze hebben je laten nadenken over de eindtijd. Die eindtijd komt snel dichterbij. Bereid jij je voor op de ontmoeting met Jezus? Of ga je nu even snel van het leven genieten? Als je niet klaar staat als hij komt, loop je de kans om voor eeuwig verloren te gaan. En je loopt de kans om een zware bestraffing te krijgen. Je moet kiezen wie je dienen wil. Jezelf, je egocentrisme. Dan verval je eigenlijk in hetzelfde traject als Satan. Of kies je voor hem?
kies je voor Jezus. Dan krijg je het eeuwige leven bij God. In een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid is. Waar geen onrecht meer is. Waar God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Waar het zo mooi is dat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat heeft Hij voor ons bereid. Daar zal het heel mooi klinken. Daar zal het er heel mooi uitzien. En wij kunnen ons niet voorstellen hoe mooi dat is. Iets kun je ervan zien. In de schoonheid van de natuur vandaag. Maar het zal nog veel wonderlijker zijn. Gaan jullie met mij op weg daar naartoe?